Turk. Oké, okay, ik zie je zo. Doei. De kracht van een goede cover is dat hij perfect past, hè, bij de uitstraling die je wilt hebben als blad. Tegelijkertijd helder is, duidelijk, eenduidig. En je moet als je langs het schap loopt in de supermarkt of in de kiosk, moet je in één oogopslag kunnen zien van hey, dit spreekt me aan of dit spreekt me niet aan. We werken per editie met het thema. Thema's die kiezen we zorgvuldig. Hè. We doen in samenspraak met de redactie, maar ook met de uitgever. We zoeken echt thema's die aansluiten bij trends en maatschappelijke fenomenen van nu. Voor ons is de cover zo'n beetje het allerbelangrijkste. We beginnen eerst met het thema. Zodra we dat hebben, gaan we het nummer invullen. Ja. Nou, thema's kunnen heel algemeen zijn, ook heel specifiek, heel breed ook. Ja, en daar moet je, dat is een langzaam en moeizaam proces, maar ook een heel zorgvuldig proces. Want daar moet je dus de goede cover bij vinden. Ja, ik vind deze cover heel geslaagd, omdat je meteen in één oogopslag ziet door al die flessen van we zijn in alcoholland. Aan deze cover kun je zien eigenlijk hoe het naar mijn idee niet moet. We zijn overgestapt op getekende covers en dit is nou toevallig een van de uitzonderingen waarbij besloten is om dat ene nummer een foto op de cover te zetten. Ja, en ook dat werkt niet mee aan de herkenbaarheid, denk ik. De illustratie binnen van de Theo van den Boogaard, dat is onze illustrator. In eerste instantie maak ik zelf gewoon een versje wat ik mooi vind en dat hangen we dan hier op. Nou ja, het moet gelijk overkomen waar het blad over gaat. We hebben altijd één grote tekst op wat echt in een paar korte woorden eigenlijk laat zien wat er in het blad komt te staan. En dat moet er gewoon heel duidelijk op staan en dat moet niet storen met het beeld, met de illustratie. Tijd heeft eigenlijk altijd de traditie gehad dat die cover heel erg belangrijk was. Dat wij relatief, in tegenstelling tot onze concurrenten, veel meer verkochten in de losse verkoop. Een goede cover is eigenlijk een levensbelang.